De exegeter die PSV hier in Trabzon verwachtte duurde exact 10 minuten. Toen stond het dan met 2-0 voor door goals van Tim Matafs en Ola Toivonen. Trabzonspor wist nog wel tegen te scoren, maar PSV boekt met een 2-1 overwinning hier een prima resultaat. 2-1 is altijd lekker te gaan terug met. Ja, eerste helft. Prachtige voetbal, denk ik. Eén fout. En ja, was jammer dat het was doelpunt op dat fout. Maar ja, 2-1 is goed. Zeker in een stadion wat de atmosfeer is daar toch wel geweldig. En dat mijn team de rust heeft bewaard en ja, eigenlijk niet onder de indruk was van wat er niet op het veld was. Er was heel veel rust zat er in het team en dan moet ik zeggen dat vooral een jongen als Willems... Die blijft aardig overeind. Nou ja, wat mij nou van hem bevalt, dat zijn slordigheidjes gaan langzaam eruit. En als hij dat eruit kan halen, ja, dan zijn we heel content met hem. Ja, ik heb de kans gekregen en die heb ik naarmate de wedstrijd ook gepakt. En dat zie je ook weer in de wedstrijden terug. Ja, nog een beetje kunnen genieten van die ambiance, met name voor de wedstrijd. Ja, dat was wel geweldig. Ja. Dat was een beetje vergelijkbaar zoals in Warschau. Maar goed, onderweg naar de nog grotere wedstrijden hopen we dat er nog een grotere ambiance zal zijn. Jullie winnen hier, Valencia wint uit bij Stoke City. De achtste finale wordt dus PSV Valencia. Ja, makkelijk te zeggen nu, maar ja, 2-1 en heel mooi. Ik durf er wel een paar euro's op te zetten. Oké. Jij ook? Nee, ja wel.